Helemaal en welkom terug bij een nieuwe reisvideo. Impactvideo's zijn nog steeds mijn meest aangevraagde video's en ik kan ergens wel begrijpen waarom. Ik ben zelf ook een organisatiefreak en ik vind het altijd leuk om nieuwe manieren te ontdekken om dingen beter te organiseren en een systeem te vinden waarop dat een organisatie beter voor mij werkt. Dus stiekem kijk ik ook best wel heel vaak organisatievideo's hier op YouTube. Maar aangezien ik de afgelopen 5 jaar gebruik heb gemaakt van dezelfde koffer, van dezelfde grote O'Healy koffer, ja, en daar eigenlijk altijd hetzelfde systeem in toepaste, aangezien het dat voor mij werkte, leek het mij vrij onlogisch en onnodig om telkens bij elke reis een nieuwe impactvideo op te nemen. Wel, vandaag komt daar verandering in. Ik heb namelijk geüpgrade naar een nieuwe koffer. Ik ben er zo blij mee en het was eigenlijk wel hoog nodig tijd om eens een upgrade te nemen. Mijn O'Healy koffer is nog steeds een prima koffer, maar ik merkte dat ik toch nood had aan iets meer ruimte en iets meer compartimenten en meer, gewoon meer. Ik ben dus gegaan voor een koffer van Suitsuit van de website duifhuizen.be. Een linkje naar de algemene website en naar de koffer zelf vind je hieronder. Nu, waarom ben ik echt specifiek voor die koffer gegaan? Als eerste wilde ik graag een hardcase koffer. Dus hij is hard langs de buitenkant, zeg maar zo'n schelpachtig ding. En ten tweede, hij is roze. Duh. De koffers van Suitsuit zijn echt super leuk en zien er zo'n beetje vintage uit. Dus daarom was ik er wel naar aangetrokken. Ze zijn allemaal in leuke pastelkleurtjes verkrijgbaar. En nog een aantal andere redenen waarom ik voor deze koffer specifiek ben gegaan. Hij zit prijs-kwaliteit heel goed. En langs de binnenkant zijn er al een aantal compartimenten, zoals jullie gaan zien. En dat vond ik eigenlijk wel een heel leuke extra om extra vakjes en zo te hebben om mee te werken. Dus dat is voor mij wel weer een nieuwe manier zeg maar, van indelen en organiseren met al die extra vakjes. Dus daarom leek het me wel leuk om vandaag samen met jullie de koffer te gaan ontdekken. Wij gaan dit jaar kamperen in Italië. We gaan daar glampen, dus glamour campen. En we gaan daar met de auto heen. Dus dat betekent ook dat ik geen gewichtslimiet heb. Dus dat ik gewoon echt alles kon meenemen wat ik wou. En dat vond ik zo leuk. Zoals altijd heb ik dus al mijn kleding en zeg maar alle inpakspullen op mijn bed uitgelegd. Aangezien ik dat nog steeds de gemakkelijkste manier vind om in te pakken. Je hebt dan echt een veel mooier overzicht van wat je wilt meenemen. En aangezien ik deze keer geen gewichtslimiet heb, heb ik ook een lekkere doos met allemaal producten meegenomen. Lakens onder andere, aangezien we die zelf moeten meenemen. Maar laat ik eventjes alles overlopen met jullie en dan gaan we het samen inpakken in mijn nieuwe koffer. Als eerste heb ik hier vooraan mijn reisoutfit liggen. Ik heb gewoon een shortje genomen, een gemakkelijk topje met een t-shirt, een sport-BH en al een onderbroekje dat ik wil gaan aandoen. De schoenen die daarbij horen staan hieronder, zeg maar. Maar dat zijn gewoon schoenen waar ik zonder sokken in kan. Dat is best wel gemakkelijk. Daarnaast liggen chillkleren / pyjama voor de reis. Eén lange legging, mijn pyjama en dan een iets warmere trui. Voor moest het s'avonds toch afkoelen en ik het wel vrij snel koud heb, zeg maar. Dus die outfit gaat al gewoon helemaal aan de kant. Die leg ik al gewoon op mijn koffer voor de middag dat we vertrekken. Ik heb het vrij random neergelegd deze keer, maar oké, dat is niet zo heel erg. Naast zeg maar, de reisoutfit liggen t-shirtjes en één blouse, voor als we eens wat fancier weggaan s'avonds. En dan ook een aantal shortjes en één lange broek. You never know. Ik heb een chill shortje voor eventueel voor de terugreis, moest die niet meer zo proper zijn. En dan nog een aantal jeans shortjes en een iets lossere shirt. Daar dan een stapeltje met 3 jumpsuits en mijn zwembad / zwemstapel. Ik heb namelijk een doek om op te liggen bij het zwembad of zeg maar waar dat we ook gaan liggen. Een zakje om mijn zwempakken in te stoppen en dan 2 zwempakken. Daarachter is allemaal ondergoed. Ik heb verschillende soorten BH's bij voor verschillende soorten outfits. Ik heb lekker veel ondergoed bij, want ze geven 34 graden, dus dat wordt echt wel zweten. Dus dan, dan wissel ik toch liever een beetje meer van ondergoed. Sokken en zo ligt daar ook allemaal, bralettes. Ik bedoel, ik zit toch niet met een gewichtslimiet, dus ik kan gewoon lekker meenemen wat ik wil. En dat heb ik ook echt gewoon gedaan. En dan gaan we helemaal naar de zijkant. Achteraan ligt een hele stapel met jurkjes. Eén lange jurk, een aantal nette jurkjes en een aantal lossere jurkjes, gewoon om lekker overdag aan te doen. Hoewel dat ik liever in een shortje en een t-shirtje rondloop. Daarvoor daar liggen ook lakens, aangezien we dit jaar lakens zelf mee moeten nemen. En dan hier vooraan ligt een heerlijke doos met allemaal producten en mijn bed
Fit, die gaat ook mee. Ik heb dus geen gewichtslimiet dit jaar. Echt helemaal heerlijk. En dan heb ik hier vooraan alle schoenen die ik wil meenemen. Ik hoop dat het allemaal gaat passen. Ik kijk wel even of het allemaal past of niet. Dat zie ik zo wel. Deze Adidas'en zijn om in de auto zeg maar te reizen en om gewoon echt een beetje wandelingen en dingen te doen. Je kan daar gewoon met je blote voet in, zeg maar zo'n sokachtig materiaal. Dus dat is heerlijk voor in de auto, aangezien ik toch liever met mijn blote voeten in de auto zit. En dan zeg maar als we stoppen kan ik die gewoon snel aan en uit doen. En dat vind ik toch iets fijner en hygiënischer dan slippers bijvoorbeeld. Dan een paar sandaaltjes en een paar slippers gewoon, omdat het ja, vakantie is. Mijn witte all-stars, hoewel dat als er geen plaats meer is, deze thuis blijven. Mijn Steve Madden sleehakken en dit zijn schoenen die anders thuis zouden blijven, moest ik een gewichtslimiet hebben, aangezien dat die best wel zwaar zijn. En dan als laatste deze schoentjes van de Primark, ook gewoon omdat ze iets netter zijn en ook wel overal bijpassen. De koffer die ik heb uitgekozen is ook uitgerust met een TSA-slot, wat eigenlijk inhoudt dat deze prima is om te reizen naar de USA, naar Amerika. Het is eigenlijk zo dat als je naar Amerika reist, je verplicht bent van met een slot te reizen, dus een TSA-slot, dat zij daar aan de grens kunnen openmaken. Jij kan hem dan afsluiten met een code die niemand kent. En enkel, zeg maar, de werknemers van de grens van Amerika hebben een loper voor deze sleutel, voor dit slot. Maar heel veel koffers tegenwoordig zijn er al mee uitgerust. Dus dat ziet er ongeveer zo uit. Dit sleuteltje krijg je er dus niet bij. Je kan enkel de code instellen. En dan kunnen zij hem het sleuteltje openmaken. Wat ik zelf echt super fijn vond aan deze koffer, is dat de ene helft ook al voor een gedeelte opgedeeld is in vakjes. Zoals bij heel veel koffers heb je aan de ene kant dus een groot vak met een elastiek, zodat je alles mooi in zijn plaats kan houden. Maar aan deze kant zit er echt een afsluitbaar vak. Ook weer met een elastiek om alles mooi af te sluiten. Dus dit gaat dan ook niet uitrekken. Maar in de flap heb je zeg maar allerlei vakjes. Dus je hebt hier een netje waar je van alles in kan stoppen. En ook hier een breed vakje waar je ook weer van alles in kan steken. En het verbreedt door het feit dat het hier zeg maar extra materiaal is. Ook hier heb je nog een extra zakje om van alles in te stoppen. Dus extra kleine items of zo. En dat gaat dan mooi naar de zijkant van je koffer toe. Wat mij meteen opviel toen ik de koffer voor de eerste keer opendeed, is dat het materiaal waarmee de koffer gelined is echt super dik. En zeg maar, er zit een soort padding in, dus een soort mousse of zo. Dus ja, het geeft echt een heel goede bescherming tegen ja, de harde kant van de koffer. En ook deze extra elastiek vind ik echt een mega plus. Ik heb mijn packing cubes er eventjes bijgepakt. De roze en de blauwe, die jullie vast en zeker al voorbij zien komen, komen gewoon van de IKEA. En deze zijn van het merk Eagle Creek, die je ook op de website van Duifhuizen terug kan vinden. Linkje staat hier onderaan in de beschrijving. Oké, deze kant ga ik sowieso dus inpakken met mijn packing cubes. Maar ik ben even aan het kijken hoeveel plaats ik heb. Ik denk dat het gemakkelijker is als ik ze zo leg. En dan leg ik de iets zwaardere dingen naar beneden. Oké, dus ik ga beginnen met mijn broekjes. Jeansbroek, shortjes en dingen. Broekjes gaan hierin. En die kunnen al hier. Maar hoewel dat ik daar nog best wel wat plaats over heb, ga ik toch eens proberen ze eerst zo te leggen. Ideaal zo. Aangezien we de eerste nacht ergens overnachten in een hotel onderweg, ga ik deze wel proberen bovenaan ergens te leggen. Zodat ik die gemakkelijk eruit kan halen. Of toch ergens goed bereikbaar gaan leggen. Zodat ik hem er snel uit kan halen ja, als we de eerste nacht of eerste avond laat aankomen. Deze twee items had ik nog vergeten mee op mijn bed te leggen, namelijk een badhanddoek en een leuke poolbag. Ik heb er hier een handdoek en een poolbag van Coca-Cola. Die is superleuk en die gaan ook mee in de koffer. Laten we dan even verder gaan met deze kant van de koffer. Als eerste doe ik even de lakens erin, want die moeten we zelf meenemen. Dus ik heb hier kussens lopen en lakens. Ook de tas en de badhanddoek leg ik zo neer. Dan heb ik toch een basis om op te werken. En dan op tijd voor schoenen. Schoenen pak ik altijd in dit soort zakjes, zeg maar van die linnen zakjes. Die zijn daar echt ideaal voor en ook super licht. En dan kan je daar eventueel zelfs ter plekke nog was of zo in stoppen. En die kunnen echt hier gewoon perfect in dit hoekje. Oké, dit is het finale inpakbak.
beeld, zeg maar. Ik heb hier mijn BH's gestopt. Ondergoed en sokken zitten hierin. En ik heb nog echt meer dan genoeg plaats. En dan komen we hier terecht. En zoals jullie kunnen zien, heb ik hier ook nog meer dan genoeg plaats om eventueel iets mee te nemen. Ik heb echt alle schoenen meegenomen. Lakens heb ik uiteindelijk naar boven geschoven, aangezien ik al die producten van daarnet in die doosjes uit de doosjes gehaald heb en in dit zakje gestopt heb. Dat is zwaarder, dus dan kan je beter zwaardere dingen naar onder leggen. Verder liggen hier mijn sleehakken, mijn gewone hakken, All-Stars en slippers, denk ik. Nee, All-Stars en slippers en sandaaltjes. Daaronder ligt een badhanddoek en nog een zakje. En ik heb hier echt in dit stuk nog echt wel ruimte om wat dingetjes neer te leggen. En dan dit gedeelte is grotendeels gebleven zoals jullie het daarnet zagen. Ik heb mijn pet hier opgelegd. Hier ligt mijn toiletzak. Die komt daar echt perfect in. Dus heb ik mijn pet daar mooi opgelegd. En dan heb ik nog twee lege packing cubes die ik ook ga meenemen. Voor als we daar naar een marktje gaan of er gaat toch nog iets mee, dan is dat toch altijd gemakkelijker. Dus voilà. En laten we nu eens eventjes de test doen of hij gemakkelijk toegaat. Oké, daar gaat hij. En ergens ben ik wel echt super blij dat we dit jaar met de auto op vakantie gaan, zodat deze koffer nog een beetje mooi blijft bij het verplaatsen, zeg maar. Want dat is echt gewoon mega Instagram en Pinterest worthy. En klaar, daar gaat hij. Hij is helemaal toe, helemaal mooi. En ja, super leuk. En kijk hoe flexibel die wieltjes ook zijn. Gaat echt super goed. Oh, ik ben er zo blij mee. Hij is zo mooi en zo glad en strak. Het is de eerste keer dat ik zeg maar een grote, harde koffer heb. En ik ga hier echt zoveel plezier aan beleven. Hij is echt super. En ook voor komende grotere reizen, echt met het vliegtuig, gaat deze echt... Oh, hij gaat zo handig zijn. Je hebt hem trouwens in verschillende maten. Dit is de grootste maat, maar er zijn nog twee andere maten. Nog een middenmaat en een meer een handbagage-achtige maat. Dus check deze zeker eens uit. Ze hebben nog allemaal andere leuke pastelkleurtjes. Dat was hem dan. Ik ben alleszins enorm blij met deze nieuwe koffer. En ik ben echt wel ergens super blij dat we voor de eerste keer dat ik hem gebruik met de auto gaan. Dat ik hem toch nog een beetje kan sparen. Qua organisatie kan ik echt niks negatiefs over deze koffer verzinnen. Dus ben je nu zelf ook benieuwd geworden naar deze Suitsuit koffer? Check dan even de link hieronder naar duifhuizen.be. Daar heb ik hem zelf gevonden. Hij was 2 dagen nadat ik hem besteld had al in huis. Dus ja, helemaal top. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dat voor jullie snel ook de vakantie eraan zit te komen. Doe zeker een thumbs up als je hem tof vond en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!